Ja, ik sta hier naast Albert Verlinde. Het is Biodiversiteitsdag. Waarvoor ben jij hier zo? Nou, ik ben als partner van meegekomen. Mijn man Onderhoes, die is voorzitter van het jaar van de biodiversiteit. En we hebben de afspraak gemaakt, als er dingen zijn waarvan je denkt, het is leuk voor elkaar om mee te maken, dan zijn we erbij. En ik vind het fantastisch om hier te zijn en ook eens even dat bewustzijn mee te krijgen van de natuur, dat het daar toch om gaat. Ja, want bent u zelf zo bewust? Ik ben best bewust, ja. Ja, het mooie is dat als je thuis iemand hebt zitten die er heel erg mee bezig is, dat je nog meer gaat verdiepen in. We staan hier in een prachtig landschap, maar wat er aan dieren en aan planten en aan organismen om ons heen is, ja, daar ben je nooit van bewust. Totdat je met iemand samen woont die daar dag in dag uit mee bezig is. Dus ik ben een aardig bewust man geworden. Ja, en gaan jullie dan ook, omdat hij natuurlijk hierbij betrokken is, ga je dan ook vaak erop uit de bossen in? Of? Wij zijn enorme wandelaars, want we hebben ook twee honden, die zijn nu 4 maanden, dus we hebben ze als pups gekocht. En nou ja, ze mogen nog niet al te lang uit, maar in principe ieder weekend 1 uur, 1,5 uur wandelen, dat zit er wel in. Ja, en wat is zo'n dag als vandaag, is dat zo belangrijk? Waarvoor is dat belangrijk? Nou, het is voornamelijk belangrijk, zal ik maar heel eerlijk zeggen, voor onze generatie. Ik word volgend jaar 50. We zijn toch een beetje de consumerende organisatie of de generatie. En het is heel goed om ons ervan bewust te maken dat we opletten wat we eten en hoe we omgaan met de natuur om ons heen. Vooral al die kleine krielkippen die om ons heen lopen, om die een beetje een leuke toekomst te geven. Want het rare is dat kinderen volgens mij al veel meer bezig zijn met dat hele thema dan wij. Dus we kunnen wat leren van de toekomst. En al die kinderen zijn hier voor de speurtocht. U gaat meelopen? Nou, ik heb iets heel handigs ontdekt. Er loopt een jongetje mee en die heeft hem vanochtend al gelopen. Dus hij dreigde net verkeerd te lopen. Zei, nee, hier naar rechts. Dus ik loop gewoon mee met iemand die voorkennis heeft. Die is voor jou. Doe maar een zakje. Zo. Jij wil ook een letter? Hou jij een zakje vast of ik? Jij wil ook een zakje. Jij mag hier potlood en het boekje vast. Ja, maar niet er één in, maar dat is een andere letter. Ja, maar ik heb er net een. Jij hebt er een letter gepakt. Jij mag nog een. Nou, dan pak ik deze even. Ik pak je prikkertje wel. Ga jij maar even kijken. Is die één? Sorry. Is die één? Of is het wel een hele leuke? Ja, het weegt niet echt waar. Helemaal niks. Maar is het dan niet een uitdaging om te kijken of we een stukje kunnen vinden waar zoveel mogelijk is? Dat is misschien wel leuker. Waar zou je nou zoveel mogelijk voor? Oh, we moeten alweer verder. Dat zou ook wel leuk zijn. Wat doen we de volgende keer? Oh, ja, goed hè. Jurre Bosman, ja. Kan jij mij iets vertellen over biodiversiteit? Weet je een beetje wat dat inhoudt? Ja, want ik heb het gisteren nog uitgelegd in Nieuws uit de Natuur op schooltelevisie. Bio betekent leven. En die, ja, zie je, zij kennen mij. Hallo. Hoi. Jij bent Jurre. Ja, klopt. Hebben jullie gisteren gekeken? Ja, ik kijk het altijd op school. En weet je nog wat ik over biodiversiteit zei, wat dat is? Nee. Het is ingewikkeld, hè? Maar bio betekent leven en diversiteit betekent verschillen. Dus al het verschillende leven wat we op aarde hebben. Mens, dier, planten. En ben je hier ook dan echt speciaal om hier weer wat te gaan vertellen over, nog meer over biodiversiteit? Nou, ik ben eigenlijk uitgenodigd om met de speurtocht mee te lopen. En dat vond ik zo leuk. En, het is natuurlijk een prachtig gebied hier. Dus ik ben hier niet om te filmen of opnames te maken. Je bent eigenlijk meer gewoon nu voor privé? Ja, ja. Nou ja, en op uitnodiging om het is toch een feestelijke dag om daarbij te zijn. Dus dat doe ik graag. Ja, heel veel kinderen dus, voor de speurtocht vooral. Ja. Ben jij ook aan het speuren? Nou, ik smokkel een beetje hoor. Ik heb net een stukje achterstevoren gedaan van de speurtocht. Dus ik probeer overal een beetje de sfeer mee te pikken. Ja, en wat vind je van zo'n dag van vandaag? Bijvoorbeeld dat de prinses er is, bijvoorbeeld dat Albert Verlinde er is, bijvoorbeeld dat al die kinderen er zijn. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat is wel heel goed. Want al is het een heel moeilijk thema natuurlijk om dat uit te leggen. Zeker voor kinderen. Al was het maar omdat het zo'n moeilijk woord is. En, maar het heeft op zoveel betrekking. Het verhaal, het is natuurlijk het zoveelste slechte verhaal. Dat er planten en dieren uitsterven. En ja, je kunt zeggen, nou ja, dat is dan jammer. Maar dat het zoveel gevolgen heeft, ook voor mensen. Bijvoorbeeld, het kan zijn dat we bepaalde medicijnen nooit kunnen maken omdat bepaalde planten uitsterven. Ja, dat is toch wel een verhaal dat het waard is om te vertellen. En kan je nog één keer voor de mensen die het nog echt niet snappen, biodiversiteit?
Nou, let op, hè. Bio betekent leven en diversiteit verschillen. Dus het zijn ja, eigenlijk alle verschillende levensvormen die er op aarde zijn. Ik geloof dat officieel mensen, planten, dieren en micro-organismen zijn. Nou. Wat hebben jullie allemaal al gevonden? We hebben eitjes gevonden in het water. En we hebben heel veel soorten planten en hele kleine beestjes. Ja, heel veel. Weten jullie ook nog een beetje, weten jullie nog een paar namen? Kikkervisjes. Ja, die zijn toch niet zo moeilijk, hè, kikkervisjes? Nee. En wat is nou het leukste wat jullie hebben gevonden? Ik vond het vissen. Ja, hoezo was dat het leukste? Omdat ik niet meer vond. Ik vond het ook gewoon heel leuk. Nou, jullie gaan vast nog een beetje doorzoeken, of niet? Ja. Nou, ga heel veel zoeken en wie weet vinden jullie nog wel iets heel leuks. Oké. Dankjewel. Mevrouw Prinses Irene, u bent hier. Wat is zo belangrijk aan deze dag, de Wereld Biodiversiteitsdag? De Verenigde Naties heeft een jaar van de biodiversiteit uitgeroepen. En deze dag is daar heel specifiek voor. Om ons te herinneren dat we samenleven met al dat prachtig leven om ons heen. Alle dieren- en plantenwereld. Biodiversiteit wil zeggen dat alle verbindingen waarmee deze aardbol mogelijk maakt dat we allemaal kunnen leven op deze aarde. En we hebben daar kennelijk te weinig oog voor en we denken er te weinig aan. Misschien gaan we af en toe een wandeling maken, maar we denken niet uit de samenleving in zijn geheel. We denken veel te veel aan de mens alleen. En daarom is dit jaar ontzettend belangrijk dat we onze ogen en ons hele denken weer richten op al het leven op aarde. Ja, u bent beschermvrouwe van de biodiversiteit 2010. Wat houdt die rol voor u in? Ik vind het een hele eer om te zijn gevraagd om deze rol op me te nemen. Voor mij betekent het dat ik de stem mag vertegenwoordigen van alles wat geen stem heeft. En wat enorm de aandacht nodig heeft. En ik denk dat als we zouden vragen aan de hele natuur, wat zou jullie nu willen zeggen? Dat ze zouden zeggen, laten we verder samen opgaan. Wat is je eindconclusie voor vandaag? Eindconclusie, mooie dag, veel geleerd en de jeugd heeft de toekomst. Dankjewel.